Ik sta nu op deze beurs hier om te vertellen over de opleiding Veiligheid en Vakmanschap. Niveau 3. En daar proberen we mensen voor enthousiast te maken. Breda Nu. Je weet het meteen. Afgelopen donderdag vond in Breepark een studiebeurs plaats voor alle mbo'ers en voortgezet onderwijsleerlingen. Bij deze beurs konden de leerlingen zich oriënteren op wat voor studiekeuze ze gaan maken. Kunt u ons vertellen waar wij vandaag aanwezig zijn? Jullie zijn vandaag op Studie Experience. Dat is een beurs voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. En vandaag de eerste editie in Breda, gecombineerd met een Experience Abroad Fair. Dus ook een beurs waarin het gaat leerlingen die een tussenjaar naar het buitenland zouden willen. Dus dat is waar we hier zijn. En kunt u specifiek vertellen wat de leerlingen hier allemaal kunnen doen of kunnen zien? Ja, nou eigenlijk is het zo, als je klaar bent met je studie, ga je oriënteren, of je middelbare school eigenlijk, ga je oriënteren op het vervolg. Nou, ga je naar het mbo, ga je naar het hbo, ga je leren of werken? Dat zijn de dingen die hier zijn. Hè? Dus je hebt een defensie, een ROC, een vakschool, allerlei commerciële partijen die het ook leuk vinden om met jonge mensen in contact te komen. Hè? Metaal of techniek. En wat ik net zei, hè? Dus stel dat je zegt, ja, maar ik ben nog niet klaar voor die arbeidsmarkt. Ik wil nog een jaar een gigantische ervaring opdoen in het buitenland. Ja, dan kun je hier ook naar China, naar Japan, naar Amerika, naar Nieuw-Zeeland. Er zijn allerlei scholen uit het verwekkistan, zou ik maar zeggen. Kan je vertellen wat je hier aan het doen bent vandaag? Ik sta nu op deze beurs hier om te vertellen over de opleiding Veiligheid en Vakmanschap, niveau 3. En daar proberen we mensen voor enthousiast te maken. Want wat vind je nou van dat hier zo'n beurs wordt gehouden voor studenten om zeg maar, een beetje te oriënteren voor hun toekomst? Wat vind je daarvan? Dat vind ik een goed idee. Het geeft mensen ook de kans om echt zich te verdiepen in de opleiding zelf. Dat ze misschien nog niet weten wat ze willen gaan doen. Dat ze echt vragen kunnen gaan stellen aan leerlingen zelf. Nou, met de opleiding Bloem en Styling leer je heel veel bloemwerk maken natuurlijk. Maar je leert ook heel veel styling over winkels, woonruimtes, etalages. En je kunt dus ook dan later in een bloemenwinkel gaan werken of als stylist aan de gang. Dus een hele leuke opleiding, maar soms nog een beetje onderbelicht. En ja, de trend is nu helemaal mee. Dus eigenlijk ja, zou ik zeggen, kom gauw naar ons toe, want het is hartstikke leuk en heel veel baangarantie ook. Waarom ben je hier vandaag heen gekomen? Om wat informatie te hebben over mijn vervolgopleiding. Meer informatie. Want je kan zelf ook dingen opzoeken. Wat is er nou juist fijn aan dat je ergens naartoe kan gaan en dat er verschillende stands zijn van opleidingen en bedrijven? Wat is daar fijn aan? Je hoort het nu direct van mensen, zeg maar. Ja, je hoort het één op één. En anders via een site heb je altijd, je hebt altijd vragen, dus kan je gelijk vragen stellen. Breda Nu. Je weet het meteen.